Ik ben biseksueel en het is gewoon heel belangrijk dat er over gepraat wordt, over de acceptatie, over problemen die mensen ervaren, over of geaccepteerd worden of niet geaccepteerd worden. En gewoon de hele dag geeft aandacht naar mensen die op hetzelfde geslacht vallen of transgender zijn en die gewoon van een gemeenschap deel zijn, wat echt een belangrijk punt is. Verschillende Leidse scholen, waaronder het Bonaventura College, stonden op Paarse Vrijdag stil bij de LHBTI+ gemeenschap. In de lunchpauze werd op ludieke en vooral paarse manier steun uitgesproken naar iedereen, ongeacht of je in een hokje past. We hebben rond de 140 cupcakes gemaakt en versierd. En we hebben ook allemaal roze koeken en snoepjes. Dus als mensen paars aan hebben, dan mogen ze daar wat van pakken. En als ze geen paars aan hebben, hebben we paarse haarspray, paarse nagellak, paarse armbandjes, regenboogsmink en ook nep tatoeages. Is het dit jaar anders dan de voorgaande jaren? Nou, dit jaar hebben we een budget gekregen ervoor. Vorig jaar moest ik alles zelf betalen, want we waren te laat mee begonnen. We hebben meer steun van docenten en van school zelf. En we hebben een heel leuk groep bij elkaar gehaald. Docent Bart van Welsenis kleedde zich voor de gelegenheid ook in het paars. Hij staat dan ook voor 100% achter de actie. Ja, zeker. Het is heel belangrijk om leerlingen het gevoel te geven dat ze erbij horen. Vanuit allerlei genders en seksualiteiten. Dus zeker een vaksmaatschappijleer leent zich daar erg goed voor. En ik vind het heel belangrijk om ook te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Je merkt dat Paarse Vrijdag een heel belangrijk, bijna instituut is om te zorgen dat mensen zich verbonden voelen met elkaar. En die verbondenheid en die zichtbaarheid, want het is vaak niet helemaal zichtbaar, is toch wel een belangrijk iets. En op een dag als vandaag komt dat naar boven. Het gaat om acceptatie van iedereen. Dat is iets dat altijd aan bod zou moeten komen. Maar zeker op Paars Vrijdag en ook als een deel van de gemeenschap, is van de LHBTI+ gemeenschap, is een heel belangrijk ding voor mij persoonlijk. Dus.